different from your eyes. See you for a moment, even hoping I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you for a moment, even hoping I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LS Speedy Farmer en vandaag ga ik op pad met Wim. Dit is Wim. Niet meer de kerstmuts op. Die auto slingert wel heel erg, toch? Ja, gaan we even aan de kant zetten. Vandaag deze super vette T5 gemaakt door Heumots. Dat is al een T5, ja dat klopt, maar ik vind deze toch wel wat beter uitzien. Details zijn sowieso top. Binnen keurig. Gewoon hoe die in het echt uitziet. Dat is raar, die toerenteller en snelheidsding. Maar voor de rest ziet hij wel goed uit. All units, we've got a disturbance on Marina Drive. Persoon met het slingerend rijgedrag even laten gaan. En we gaan even hier snel ons kogelwerend vest aantrekken. Misschien hebben we nog de kerstmuts op bij kogelwerend vest, dat weet ik niet zeker. Weer aan te lang. Nee, toch niet. Want we hebben een melding van een persoon met een vuurwapen. En we uiteraard met PTGV benaderen. Hij is dronken. What the? Dit gaat niet goed hoor. Hij richt zijn vuurwapen op mij. Backup needed on Marina Drive. Oh, mijn collega's spannen letterlijk daar. Oh, niet meer. Laat de wapen vallen. 13, currently heading to the location. Laat vallen of er wordt geweld gebruikt. Stoppen. Laat de wapen vallen. Ja, jullie kunnen ernaast staan zo van iets aan de hand, maar dat is zeker iets aan de hand, collega's. Verdachte naderen. Wapen bergen. Ons wapen bergen. En een ambulance. Ambulance. Assistance required on Marina Drive. Ja, de sneeuw ga ik binnenkort even eruit halen. Hè. Dat ik denk niet dat er nog gaat sneeuwen in de Nederlanden. Maar weet natuurlijk niet. In ieder geval. Voor vandaag nog even erin. En uiteraard de beste wensen, want dat ben ik nog vergeten te zeggen. Ik heb ook helemaal geen tijd meer gehad om video's op te nemen na de kerstspecial. En ik had ook helemaal geen zin meer om video's op te nemen na de kerstspecial. Dus zodoende heb ik tussen kerst en oud opnieuw helemaal niks meer gedaan. Heb ik ook nauwelijks mijn computer nog aangeraakt. Dus ja, dat dus. Dus bij deze, beste wensen, hopelijk om een veel beter jaar dan afgelopen jaar was 2020 namelijk. Dat was niet echt een topjaar voor ons allemaal, denk ik zo. Maar nu gaan we er gewoon het beste van maken in 2021. Nog even volhouden en hopelijk zijn we snel weer terug bij het normale. Ook al moeten we reëel zijn, dan zal het misschien in 2021 nu niet helemaal lukken. Maar ja, goed, een begin gaat er zeker komen. De tweede ambulance is onderweg. Maar reanimatie is niet geslaagd. Hij is overleden op het tijdstip. Nu gaan we dan ook. Ik ga er voorbij. Nou, ik zou even vragen. Flip.
coherent vest gaan wij uittrekken. Oh, dat is een motoragent. Zo. En we gaan hier weg, zodat het gebied weer wordt zoals het was. Heb ik nog iets om te melden? Ja, misschien komt er binnenkort een gast optreden, zeg maar, een gastrol op mijn kanaal. Als het goed is die video al opgenomen. Ik heb gezegd van, ja, weet je, neem jij maar lekker op. Jullie kennen hem misschien wel als je op mijn Discord zit en anders laat jullie verrassen. Maar goed, als het goed is alles opgenomen en ga ik snel het een en ander krijgen. Maar ik blijf uiteraard ook gewoon zelf opnemen. En misschien een aantal video's vanuit hem. En dat lijkt mij niet verkeerd. Weet je, als jullie uiteindelijk komen jullie misschien, ja, voor mij denk ik, maar ook vooral of vooral voor LSPDFR met de Nederlandse politie zo realistisch mogelijk. En dat gaat hij ook gewoon doen. Dus in dat opzicht denk ik dat we alleen maar win-win hebben. Er komen extra video's op mijn kanaal. Of wat meer video's op mijn kanaal dan normaal. En jullie hebben dus alsnog jullie LSPDFR video's die jullie graag willen zien. Dus win-win zou ik zeggen. Trouwens, de mondkapjes en die sjaal die ik laatst om had. Die zijn inmiddels ook te krijgen op de site van Heumots. Nogmaals, net zoals deze T5 en veel meer andere voertuigen. Ben je nou een modder en heb je zoiets, ik wil mijn voertuigen doorverkopen of in ieder geval aanbieden aan mensen, dan kan dat ook op de site van Heumots, voor zover ik weet. Kijk daarvoor even op de site. Nee, sowieso maar. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, de bericht voor alle wagens. We've got security details requiring assistance in Harmony. Nee. En vandaag een melding van een beveiliger. Units respond code 2. Die assistentie vraagt van de politie. En dat zijn wij vandaag, heel toevallig. Ik ga daarbij ook, zoals je ziet, het gas een beetje intrappen. Je weet niet wat er aan de hand is. Het, als een beveiliger assistentie vraagt van een agent, kan dit in verband met een geweldsdelict zijn. Iemand die niet meewerkt, dus... iemand die misschien wapens bij zich heeft, dus vandaar dat ik toch maar even een beetje extra gas ga geven. Zodat die collega, zo noem ik hem maar even, zo snel mogelijk zijn backup ter plaatse heeft. Ter plaatse. Attention all units, officers arrived on scene. This is outrage, you're to blame. Okay. Hallo. Is having a negative impact on the business. Okay. Deze persoon hier met dat bord, die heeft wat negatieve gevolgen voor het bedrijf. Ja, ik denk gewoon als mensen hier naar binnen willen zien ze hem hier staan demonstreren of wat hij ook is aan doen. En dat is niet altijd heel positief. Ja, gaan. Ja, oké, okay, dus wat hij ook zegt, hè, mensen die gaan al weg voordat ze überhaupt de winkel in zijn gegaan, door hem dus. Ja, ook dat, omdat hij ook grof taalgebruik gebruikt. Kunnen we hier überhaupt nog een winkel draaien? Blijkbaar niet, zegt de beveiliger. Wat kun je hier aan doen? Ik geloof... nou, hij zegt niet veel meer. Ik ga eerst met hem praten, kijken wat zijn motief is. En ik geloof dat ik hem hier wel een gebiedsverbod mag geven als hij hier ongewenst gedrag vertoont. Dus dat. Goedendag meneer. Wim van de politie. Hij zegt, agent, jij hebt een keuze. Nou, ik denk dat eerder jij de keuze hier hebt, omdat je mij niks hoeft te gaan zeggen. Ja. Ja, en dat op zich. Hij zegt van, je hebt twee keuzes, hè, zegt hij tegen mij. Eigenlijk moet een agent dat tegen die persoon zeggen. Twee keuzes, of je gaat of je wordt meegenomen. Maar hij zegt dat nu tegen mij, of je stuurt mij weg en je doet maar alles wat hij jou zegt. Of je staat op voor wat...
dit bedrijf, en ik weet niet eens wat het is, winkel of zo, met dieren doet of zoiets, ik weet het ook niet. Oké, ja, weet je. Ja, het zal allemaal wel. Ja, dit is een winkelcentrum. Voor zover ik weet, hè, laten we dit even als een winkelcentrum zien, is dat privéterrein. Hij zegt dit is niet privéterrein, maar voor zover ik weet is dat het wel. Ik zag er toevallig laatst een TikTok over. Weliswaar in Amerika, dus ik weet niet precies hoe het in Nederland zit, maar hij zegt, dus wat hij zegt klopt niet helemaal. Dus dit is geloof ik, voor zover ik weet, wel een privéterrein. Ik wil wel graag een identiteitsbewijs zien. En dus ik zit een beetje hardop met jullie te denken. Hij heeft het recht om te demonstreren. Hij moet dat geloof ik wel aangekondigd hebben. En hij mag zich niet misdragen daarbij. Dus voor iedereen's ja, best wil, zeg maar, ga ik hem hier toch wegsturen. Dus ik vorder hem bij deze om weg te gaan. Ik vorder het nog een keer. En ik vorder het de derde en laatste keer. Ik heb het nu 3 keer gedaan. 3 keer niet voldoen van de vordering en dan is hij dus bij deze aangehouden. Niet opvolgen van ambtelijk bevel. You're under arrest, you piece of crap. Ik weet niet helemaal of ik volgende boekjes heb gedaan, maar ja, daar komen we wel snel genoeg achter. Als ik reacties voorbij zie komen. Ik ga nog even fouilleren. En daarbij is verboden middelen waarschijnlijk ook nog bijgekomen. Ik ga een transporteenheid laten vragen voor u en dan kan assistance required in Harmony naar het bureau. Got a grand theft auto on route 68. Achteraan een gestolen bus. Uitzicht de volging, gestolen bus, graag eenheden erbij. Backup needed on route 68. Hij gaat. Are located in pursuit. Snel. Maar wij ook. Onbekende situatie, of er een gijzeling is, of dat het. Ja, er zitten nog mensen in, hoor. Het lijkt hier dus te gaan om een kaping van een bus, een gijzeling van dus mensen. En dat verandert de zaak wel een beetje. We gaan proberen af te remmen door ervoor te gaan rijden. Maar dat lijkt hij niet aan te voldoen. Oh shit. Ik wil hem niet te snelweg op hebben. Het lukt hem ook nog gewoon. Of was mijn afzetting slecht? Of wel... Ik weet het helemaal nooit. Wilden ze hem juist... Ik geloof dat ze iemand niet te snelweg af willen hebben, maar ook niet erop. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, wel, juist wel erop. Dat is veiliger, denk ik. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik weet wel dat ze vaak willen voorkomen dat iemand de snelweg afgaat. Die vrouw zit gewoon lekker te appen. Waarom is die bus zo snel, joh? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Oh shit!
What a smart motherfucker. Ik wil eigenlijk een roadblock op gaan stellen. En ik was even aan het kijken of dat zin had en voordat ik het wist nam hij de afslag. Dan gaan we terug waar we vandaan kwamen, maar in ieder geval de richting uit waar we vandaan kwamen, namelijk Sandy Shores. Dat zijn paaltjes. Backup needed. Target vehicle license plate. 4-7 Mike. Gaan ze daar een roadblock plaatsen? Wat is dit nou weer, jongens? Jongen. Bus verongelukt, bus verongelukt. Oh shit. Oh, Wim staat in de weg. Nee, toch niet. Waar is hij? Uitstappen. Ik zie hem niet, daar zit de chauffeur. Naar buiten. Eruit. Eruit met je handen omhoog. Ik denk. Ja, staan blijven. Op knieën. Vuurlijnen. Keurig. Ik ben aangehouden. Daar ging nog een achtervolging voorbij zie je. You ain't never getting out of prison. Oké. Dames en heren, jullie mogen allemaal naar buiten hoor. Het is veilig. Pepperspray had hij bij zich. Een lolly? Oh, poef, dat mag helemaal niet. Een telefoon. Wit poeder. Dames en heren, jullie mogen naar buiten komen. Ze komen niet naar buiten. En er kan waarschijnlijk ook geen... Ik ben de E aan het spammen, maar dat werkt niet. En waarschijnlijk komt er ook geen takelwagen hiervoor, omdat hij zegt... dat er nog mensen in zitten. Weet je wat, we laten hem hier lekker liggen. Die beste heer die is dus aangehouden, die gaat mee met iemand. Assistance required in Grande Sonora Desert. En we gaan door. Nou, de laatste melding van vandaag. En dan ga ik, we've got possible assault in Grande Sonora Desert. Zometeen nog een videootje opnemen. This is Ocean 1, we can get that. Attention all units, we have a suspect on the run in Sandy Shores. We gaan naar Mario Holst en dat is een bekende crimineel. Ik ken hem eerlijk gezegd helemaal niet, maar hij wordt gezocht en die moeten wij aanhouden. Dat gaan we ook even doen natuurlijk. Die melding krijg ik vaker hoor, dat er een gezocht persoon moet worden aangehouden. Alleen, die melding is altijd in Sandy Shores en ik ben nooit in Sandy Shores. En laten we nou vandaag wel in, je raadt het al, Sandy Shores zijn. Dus vandaag kunnen we hem wel aanhouden. Ik heb zo'n gevoel dat we Jonah gaan schieten. Of dat het niet zonder geweld gaat. Dat is het huis van Trevor. Het boefje. Ja, of ja, huis. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid.
Ik hoor al geschreeuw. Hij weet verdomd goed dat ik hier ben. Hoi. Dit is normaal. En weer raken. Oh, die was raak geloof ik. Nee. Wacht even. Waar is die pennekwet? Hier is het. Bliep bliep. Bliep bliep. Waar ben je? Waar ben je? Ik zie niet. Daar ben je. On my way. This is Kikabu. Ocean 1. We can get that. Kikabu. Copy that, dispatch. We'll find those animals. Weer raken man. Weer raken. Kijk zo raken. Bam 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 bam. Rijkswaterstaat, wat is dat nou? Oh ja, die hebben gewoon een game staan. Wat heb jij jou? Zo. Waar is hij? Hij is weg hoor. Oh, hier ligt hij. Toch? Zo. Wat hebben jullie allemaal aan, boys? Dit gaat helemaal fout weer. Wat ik wel weet is dat ik daarmee ga kappen voor vandaag. Ja, die komt binnenkort ook wel hoor. Die, ik wist al niet meer dat ik die had. Die wilde ik voor tweede kerstdag special erin pleuren. Maar dat ging niet helemaal goed zoals jullie hebben gezien. Want er is nooit een tweede kerstdag special gekomen. Voor nu bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie graag over een paar dagen, een week, twee weken weet ik het. Bij een nieuwe video. Zelf ben ik van plan om met de motor eerst te gaan. Maar misschien zien jullie ook wel de video van de gastrol eerder dan de motorvideo. Voor nu ga ik de sneeuw eruit halen, motor erin zetten en dan kunnen we weer tegenaan. Tot dan. Joejoe.